Wat zijn mengsels, oplossingen, emulsies en suspensies? Als twee stoffen worden samengebracht, kunnen er twee dingen gebeuren. De eerste optie is dat er een reactie plaatsvindt en er nieuwe stoffen ontstaan. De tweede optie is dat er een mengsel ontstaat. Hierbij ontstaan geen nieuwe stoffen. Oplossingen, suspensies en emulsies zijn allemaal soorten mengsels. Een oplossing bestaat uit een vloeistof, een vaste stof of een gas in water. Het ziet er meestal helder uit, maar soms is het gekleurd. Het bestaat uit hele kleine losse deeltjes, opgelost in een vloeistof. Een suspensie bestaat uit een vaste stof in een vloeistof. Kleine deeltjes zweven als het ware in een vloeistof. Het ziet er troebel of gekleurd uit. Als een suspensie lang stilstaat, zakken de vaste deeltjes naar de bodem. Een emulsie bestaat uit twee vloeistoffen die niet kunnen oplossen. Dit ziet er troebel of gekleurd uit. Er kan een emulgator gebruikt worden om te zorgen dat deze stoffen toch beter oplossen. Overige soorten mengsels zijn schuim. Dit zijn gasbelletjes ingesloten in een vloeistof. Nevel. Dit zijn druppeltjes vloeistof ingesloten in een gas. En rook. Dit zijn zwevende vaste deeltjes in een gas. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat. Geen probleem.